oh kijk, dit was eerst mijn kleedkamer. Daar, mijn naam dus stond hieronder, die is nu die is weggehaald. En, maar José, die ligt er natuurlijk ook uit nu. Dus Antje, je hebt lekker een kleedkamer helemaal voor jezelf. Ja, lucky you. Ik wil ook schaatsen. Hier heb je de kleedkamer van jurylid Martine. Martine gaf mij een 4 en toen lag ik eruit. Martine die is hier nu binnen, dus ik ga ook even naar binnen. Hallo? Hey, Sandra! Hey! Hallo! Hey. Hi. Tess, ja. Wat is dat nou? Want ik heb gehoord, ik lag er natuurlijk als eerste uit, hier in het Nederlands versie. Ja. En in Engeland ligt Pamela Anderson er als eerste uit. Ah. Maar ik heb gehoord dat jij daar een theorie over hebt. Nou, ik dacht, misschien maken jullie het ijs wel een klein beetje te heet. Want jij hebt natuurlijk een tongzoen gegeven aan je partner, of een zoen was het. Ja, een zoen. En toen dacht ik, misschien zit het als volgt. De mannen die dachten, hey, lekker ding, daar maak ik kans mee, die denken, ze heeft gezoend. En de meisjes die zien het en denken, en je had ook nog eens een keer een knappe partner. Misschien een klein stukje jaloezie. Hey, Monsif. Hey. Hoe voelt dat nou? De vorige keer zijn er 2 mensen, in 1 keer waren het er 2 die eruit lagen. Krijg je daar een beetje de zenuwen van? Aan de andere kant weer wel, aan de andere kant niet. Maar ik vind het wel jammer dat Andy eruit is en het is balen. Maar is er niet wat meer spanning nu, nu dat je weet dat het 2 zijn elke keer? Zo van, wow. Ja, sowieso is het meer spanning, hè. Omdat er steeds weer iemand uitgaat en iemand uitgaat. En dan ben je ook bang dat jij misschien de volgende finale eruit ligt. Maar daarom, ik ga proberen zo hard te trainen. En proberen deze live ook te halen als het goed gaat. En als mijn fans blijven stemmen. Maar goed, je bent wel een van de betere, toch? Dat hoop ik, dat hoop ik. Als mensen dat denken, vind ik het goed. Ik vind, jij bent wel goed op die schaatsen. Nou, dankjewel. Ja. Zo, via de spiegel. Mag Tony even weg? Die lullig bedoeld, mag Tony even weg? Nou, Mimoen, wat zijn je verwachtingen voor aankomende zaterdag? Als ik eerlijk moet zijn, hoop ik vrijdag te horen dat er maar 1 koppel uitgaat. En dan denk ik dat ik nog een ronde kan halen. Want iedereen weet dat Laura en Joël de slechtste schaatsers van het stel zijn. Dat sowieso, dat klopt. Ja. Nee, kijk, ik moet het voornamelijk hebben van het thuispubliek. Mensen die op mij stemmen. En er wordt volgens mij echt superveel op mij gestemd. Dus ik hoop echt voor Kellyn dat we nog 1 ronde doorkomen. Want dan komen haar ouders vanuit Amerika. Maar ik zal bij God niet weten wie eruit gaat.